En nu gaan we naar de course as a code, de labomgeving en dergelijke, denk ik, van AT Computing. Absoluut. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. Met Marcel Kornegoor. Ja, dankjewel. Ja, welkom allemaal. Ik ga in het Nederlands mijn verhaal houden. De sluit in het Engels, dus misschien is het toch te volgen voor de non-native speakers. Ik ben Marcel Kornegoor, directeur bij AT Computing sinds 2020. En het leek me leuk om jullie vandaag hier eens te vertellen over wat wij nou als trainingsleverancier aan het doen zijn achter de schermen. Om te zorgen dat we ook richting toekomst hopelijk mooie trainingen kunnen blijven leveren. Ja, een klein stukje geschiedenis. AT Computing stamt uit 1985. Velen van jullie kennen het van vroeger waarschijnlijk. Sommigen misschien van recenter. En we zijn als trainingsbedrijf begonnen. De oprichter is vandaag bij ons. Hendrik Jan zit in de zaal. En dat begon met Unix, ging daarna naar Linux. En over de tijd heen zijn we gegroeid en gekrompen. Er zijn ook een paar afsplitsingen geweest. En in 2018 overgenomen. Nou, dat is allemaal niet zo heel spannend. Maar wel een stukje context. Hè. We gaan wel even mee. En we zijn al die jaren als trainingsbedrijf actief geweest. Nou, nog steeds binnen de groep zelfstandig op dit moment. En dat betekent ook dat wij rondom onze trainingen zelf de toekomst mogen bepalen. Hoe willen we dat gaan doen en blijven doen. Ja, al even genoemd, Hendrik-Jan Thomassen, oprichter van de T van AT bij het bedrijf. En die heeft jarenlang eigenlijk onze trainingen grotendeels verzorgd, ook ontwikkeld. En dat is een historie waar we heel blij mee zijn en nog steeds trots naar terugkijken. Maar dat betekende wel iets. We staan bekend om onze kwaliteit. We hebben meer dan 20 verschillende trainingen op verschillend gebied. En onze trainers zijn ook mensen die in het vak staan en vice versa, zodat we zoveel mogelijk ook voorbeelden uit de praktijk hebben. En bij al onze trainingen hebben we hands-on labomgevingen om meteen met de materie die behandeld wordt te oefenen, zodat je het ook letterlijk in de vingers krijgt tijdens de training. En een van de kernpunten van het bedrijf was dat we een heel gedegen leveringsproces hadden. En dat we daarmee dus eigenlijk in al die jaren nooit een levering hebben gemist. Dus als wij beloofden we komen training geven, dan ging het door en dan zorgden we ervoor dat het werkte. En dat betekende safety first, dus alles wat we deden, dat stond in het teken van veiligheid. We moeten zorgen dat we de training kunnen leveren. Dus dat was de eerste prioriteit. En de tweede, waarom gaat die nou niet de goede kant op? En de tweede prioriteit en de derde prioriteit. En dat was niet echt een vierde prioriteit. En dat betekende dat eigenlijk het wijzigen aan die hele trainingsomgeving werd gezien als een risico. Want misschien brengt dat wel het leveren van de training in gevaar. Dus daar moeten we voorzichtig in zijn. En daar moeten we mee uitkijken. Want oh jee, misschien dat als we morgen training moeten geven en we vandaag nog wat veranderen, dat er wat in de soep loopt en we dat niet goed voor elkaar krijgen. Daar kwam bij dat de labomgeving van de trainingen, die werd altijd op locatie opgebouwd. Dus vaak ging een dag van tevoren, als we bij een klant op locatie training gaven, ging er iemand naar locatie toe. Er zit er nog eentje in de zaal. Die ging daar een hele labomgeving opbouwen om te zorgen dat uiteindelijk die training gegeven kon worden. Nou, op zich niks met een mis met een stukje ambacht, maar dat had wat beperkingen. En vooral als het ging om het onderhoud aan de trainingen. Want op het moment dat we onderhoud aan training 1 wilden doen, was er een kans dat training 2, 3 of 4 niet meer goed zouden werken. En dat is niet heel handig op het moment dat je 20 trainingen hebt die je wil gaan onderhouden en wil zeggen, nou, we willen toch een beetje bijblijven qua versies. Dus eigenlijk was dat qua schaalbaarheid niet handig. Hè? Op het moment dat je 10 klanten tegelijk had, had je 10 labomgevingen nodig die door 10 mensen moesten worden opgebouwd. Het zorgde er ook voor dat de labomgeving alleen maar lokaal beschikbaar was. Dus iets van een hybride klas met een aantal deelnemers fysiek en een aantal virtueel, dat was niet mogelijk. En ook de labomgeving zelf was eigenlijk een soort van monolithische applicatie die moeilijk uit elkaar te halen was. En waarbij dus het lifecycle management op die omgeving ook een uitdaging was. Dus we draaiden in de laatste fysieke labomgeving op Scientific Linux 6. En er werden zelfs door een aantal cursisten screenshots gemaakt van, dit is wel heel oud, hè, vintage, dat heb ik nog niet eerder meegemaakt. Nou, dat is niet per definitie iets wat je wil. Dus hier hadden we mee van doen op het moment dat we tegen het volgende aanliepen. Er gebeurde een grote knal en dat was de K-bom. Iemand enig idee? Kubernetes, yes. Ja, Kubernetes was even daarvoor al uitgekomen, werd echt massaal opgepikt. En het was voor ons tijd om te zeggen, nou, daar willen we iets mee. Dus we willen een Kubernetes training gaan ontwikkelen. Maar dat betekende dat we voor iedere cursist in de klas een Kubernetes cluster wilden gaan maken met 3 nodes, met 12 cursisten en een headnode heb je totaal 4 VM's per cursist nodig.
dat ging niet werken op de oude labomgeving. Dat was gewoon onvoldoende CPU-capaciteit voor onvoldoende ruimte, et cetera. Zou een hele hoop gedoe geven. En was oké, we willen het wel, wat nu? Ja, computer 6.0, dat ging hem niet worden. We moesten iets anders gaan bedenken. En dat betekende dat we naar de tekentafel moesten. Nou, dat is letterlijk geweest. We hadden op kantoor een aantal whiteboards hangen. Daar hebben we met z'n allen heel wat uurtjes aan tekenen. Van oké, hoe zouden we dat dan willen doen? Open source tools all over the place, maar welke ga je gebruiken? Wat is handig? Wat is te doen? We zijn niet een bedrijf van 500 man, dus een heel team vrijmaken om dit even te doen. Dat was er niet bij. Het moest ook onderhoudbaar zijn. Het liefst ook met kennis die we deel aan huis hebben. Dus daar was een mooie puzzel. Nou, we hadden wel een aantal requirements die we van tevoren hadden gedefinieerd. Dus we wilden in ieder geval zorgen dat we individueel labomgevingen konden gaan bijwerken en gaan onderhouden. Om dus te voorkomen dat we lab 1 aan het repareren zijn, waarmee we lab 2 gaan slopen. We wilden ook zorgen dat de schaalbaarheid en de beschikbaarheid dat die universeler zouden zijn. Dus dat we niet meer gebonden zijn aan één locatie, maar dat in theorie iedereen op elke plek van de planeet via een browser mee zou kunnen doen aan de labs van AT Computing. En ook het onderhoud en de deployment moesten simpeler, oftewel niet meer iemand die een dag van tevoren naar locatie bij de klant moest, maar eigenlijk gewoon on-demand beschikbaar maken op het moment dat er behoefte aan is. Sterker nog, mocht het zijn dat er 's ochtends toch iets niet werkt, dat je een redeploy kan doen en dat je opnieuw een labomgeving neerzet, helemaal vers van de pers. Nou, mooie gedachtes en we hadden nog wat andere uitdagingen. Namelijk dat we eigenlijk het liefst cloud-technologie wilden gaan gebruiken. Niet zozeer vanuit allerlei privacy en vanuit allerlei vendor lock in gedachten, maar we zien dat dit in de markt heel veel wordt opgepikt en dat we dat vooral eigen moeten maken om te zorgen dat we zelf ook relevant blijven in het vakgebied. Dus er zit ook een stukje aan om te kijken wat we gaan toepassen als bedrijf zijnde. Maar daarbinnen wel kijkend, hoe kunnen we de vendor lock in zo minimaal mogelijk maken? Dus gaan we alles off the shelf van de cloud leverancier gebruiken of gaan we daarin zelf een ecosysteem bouwen? En wat we ook wilden doen is eigenlijk het ontkoppelen van verschillende ritmieken. Op het moment dat een docent voor de klas staat, staat hij les te geven. En een dag daarna is hij misschien niet voor de klas, kan hij mooi aan cursusonderhoud werken. Maar je wil niet hebben dat dat van invloed is op de manier waarop een cursus wordt uitgeleverd. Want misschien dat een training die vandaag door docent 1 gegeven is, morgen door een andere docent wordt gegeven. Ja, die moeten elkaar niet in de weg zitten. En daarnaast hebben we ook nog mensen die de systeem aan de achterkant onderhouden, ja, die doen dat misschien weer op hele andere momenten dan een docent bezig is met onderhoud en de training. Dus je hebt verschillende planningen die door elkaar lopen. Dus wat we hebben eigenlijk gezegd, we hebben een labteam en die moeten eigenlijk aan de generieke labinfrastructuur kunnen werken, ongeacht welke training daarmee wordt uitgeleverd. We hebben het cursusteam, dat kan een docent zijn die aan een specifieke training werkt, die moet dat eigenlijk ook gewoon zelfstandig kunnen doen. En als derde eigenlijk het delivery team, dat is bij ons de planning en die kan op het moment X bepalen, oké, er is volgende week een training, we zetten de labomgeving klaar op het moment dat het voor hun qua werkdag uitkomt. Nou, voor degenen die een beetje DevOps-minded zijn, dit is een heel hoog enable en serve gehalte. Oftewel, zorg ervoor dat iedereen die werkt zelfstandig zijn ding kan doen, niet hard afhankelijk is van anderen en zorg voor een standaard koppervlak tussen deze drie verschillende teams. Mijn microfoon gaat er bijna vandoor. Zo. Dit is waar we uiteindelijk mee naar voren kwamen. Een hele lelijke tekening, maar het doet wel ongeveer wat we gebouwd hebben. Tijd voor een demo. Eens even kijken of die meewerkt. Ja. Ik wil hem even spiegelen als die meewerkt. Ja. Nu heb ik hem gemiddeld of niet? Heb ik hem extended? Moet wel even mirroren. Even kijken waarom hij het niet doet. Ja. Nog een keertje drukken, of niet dan? Nee, dan gaan we het even anders doen. Sleep ik hem eventjes die kant uit. Ja, we hebben dus uiteindelijk al onze labomgevingen zijn gewoon Git repositories. Dus we hebben binnen de Google Cloud waar wij draaien, hebben we een eigen GitLab instantie draaien. En daarbinnen hebben we voor al onze losse trainingen hebben een repository. Dus hier zie je een aantal van onze trainingen, Ansible, Linux, Kubernetes staat er ook tussen. En dat zijn allemaal losse omgevingen die specifiek voor die training uiteindelijk alles bevatten wat nodig is. Dus stel dat je bij de Kubernetes training een of andere YAML-file nodig hebt voor een deployment, dan staat die hierin, want die heb je bij een, in dit geval een Git-training, heb je die file niet nodig.
En we hebben hier een common module en dat is eigenlijk die generieke achterkant voor alle labs. En hierin zit eigenlijk de grootste magie als het gaat om de techniek. Hier hebben we namelijk een CI/CD pipeline inlopen. En hier kun je eigenlijk voor alle labs een standaard omgeving neerzetten. Open source gebaseerd, dus we gebruiken Apache Guacamole als ontsluiting via de browser. Hierin zit ook een aanroep richting Ansible voor het configureren van de lab-systemen. Terraform wordt gebruikt om uiteindelijk de provisioning van de VM's te doen die we nodig hebben. En uiteindelijk kun je hier dus met een druk op de knop kun je een labomgeving uitrollen die iedere keer een aantal stages doorloopt. Waardoor als een docent een nieuwe versie heeft, kan die bijvoorbeeld tot de teststage kan die hem uitrollen om te kijken of alles goed werkt. Als dat zo is, kan die hem doordrukken, wordt er een golden image gemaakt. En dat is eigenlijk de nieuwe versie die voor productie kan worden uitgerold, indien een volgende training gepland staat. Dus alle specifieke trainingen die maken aan de achterkant gebruik van dit pipeline script. Dus elke training wordt eigenlijk met dezelfde pipeline aan de achterkant uitgerold. Met als differentiatie voor die cursus specifieke zaken. Zoals bijvoorbeeld extra VM's of extra bestanden of extra software die nodig is. Dus het is één CI/CD pipeline eigenlijk voor die hele lab omgeving. Heel even terug. En wat we dan vervolgens gedaan hebben, is een webinterface gebouwd voor onze collega's van de planning. En die kunnen eigenlijk twee dingen. Die kunnen hier wat invullen. Ik zal eens even een lab deployen. En Luug. En nou, laten we die eens op morgen zetten. Dan is die afgelopen. Ik kan hier de training kiezen. Ik pak even onze Ansible training. Even kijken, daar is die. Ik kan het aantal cursisten kiezen. Nou. Eentje is even genoeg en ik kan kiezen waar wil ik nou de inloggegevens voor de labomgeving heen hebben. En die zal ik in dit geval even naar mijn mailadres sturen. Dus ik werk nu bij de planning. Ik heb morgen een training. Ik wil een labomgeving klaarzetten en ik kan hier op deploy klikken. En vervolgens zegt hij is gestart. En zou ik in de Ansible training moeten zien dat er een CI/CD pipeline loopt. Even kijken of het allemaal ook daadwerkelijk gaat zoals gaat. Ja, running. Op dit moment wordt er dus een deployment gedaan van de productieomgeving. Ik heb geen wijziging aan de training doorgevoerd, maar die is gedaan. Die staat klaar. De ene van die zegt, doe mij er maar eentje. En je ziet hier al, er loopt op dit moment een pipeline die een deployment doet van de golden image, dus van de productieklare versie van de training. En daar wordt ook nog een stukje test op gedaan. Dus hij gaat kijken, is de domeinnaam die wordt aangemaakt. Dus we genereren nu nlug.training.atcomputing.nl in de DNS bij Google. Is die ook daadwerkelijk bereikbaar? Kan ik inloggen op een VM? Kan ik daar een pingetje doen om te kijken dat we daadwerkelijk een systeem wat up and running is? Nou, dit duurt een paar minuutjes. Ja? Zodat planning weet wanneer ze hem weer kunnen weggooien. Ja, want dat is eigenlijk de tweede stap hè, in wat zij doen. Hier zie je alle trainingslabs die op dit moment lopen. En zij kunnen dan dus bijhouden. Hij krijgt een kruisje als die verlopen is, als het goed is. Ik weet zo niet, er zijn er nog een paar actief. En dan weten ze wanneer ze hem ook weer kunnen weggooien. En daarom zit hier die destroy-knop. Met één druk op de knop trapt hij weer een pipeline af die de labomgeving weer verwijdert alsof die nooit bestaan heeft. Dus dit maakt het mensvriendelijk voor de non-techneut. En dit gebruiken we nu ook een paar jaar intussen en daar hebben we weinig klachten over gehad. Hè. Dus de look and feel is niet noemenswaardig veranderd door de tijd heen. Ja, eens even kijken of die doorpruttelt. Zijn hier vragen over? Want dit loopt nog heel eventjes, duurt een paar minuutjes. Nee, gewoon Google Cloud Platform. We hebben helemaal geen enkele server in eigen beheer draaien. Alles draait in de cloud. Nou, we hebben alleen binnen die cloud eigenlijk een hele eigen ecosysteem gebouwd. Dus GitLab en alle andere tools die draaien binnen onze tenant. En dat maakt ook, van ik al zei, met een lock-in. In principe, als wij GitLab helemaal exporteren en ergens anders opbouwen, moeten we alleen binnen Terraform aangeven. We gebruiken nu geen Google Cloud, maar een andere provider. En dan zijn we met al onze hebben en houden weer in de lucht in een ander platform. Ja, het zijn gewoon plain VM's, gewoon standaard off-the-shelf, volgens mij bij alle CentOS als basisimage. En daarop zetten we alles neer wat we zelf bepalen wat we nodig hebben voor de training. Ja. Nee, dat ga je juist bij ons in de training leren dat bouwen. Ja, ja. Wij hebben twee opties. We rollen standaard een extra systeem uit. Dus mocht hij het echt helemaal naar de Filistijnen hebben, dan kun je zeggen, nou, hier pak het vrije systeem en ga erop verder. In een noodgeval kan de docent ook zelf via het portaal eventueel een extra omgeving uitrollen. Dus een +1 doen op de labomgeving.
Want dat is het handige met Terraform, die heeft state. Dus die ziet van, nou, je hebt 11 gevraagd, er draaien er al 10, doe ik er eentje bij. Dus je bent hiermee ook flexibel. En we hebben dus ook al deze labomgeving voor meer dan 12 cursisten gedraaid. Ja, in theorie, de enige limiet die we hebben, is dat Google uiteindelijk geen onbeperkte resources levert. Daar zitten met een soort van use policy dingen op. Daar zijn we wel eens tegen aangelopen, maar we kunnen rustig 40, 50 cursisten kwijt, labtechnisch gezien. Dat is geen probleem. Nou, ik hoop dat die een beetje opschiet. Ja, ik zal eens even kijken als ik mijn... Ik zal eens even kijken of er al een mail is. Dat wil nog wel eens sneller gaan. Ja, kijk, ik heb al een mailtje. Ja, misschien. Ik kan wel eens even kijken. Kijken wat hij doet. Hij is nog wel bezig. Ja, precies. Kijk, want dit is het mailtje wat ik krijg vanuit de labomgeving van de training builder. Gewoon netjes een paar pdf'jes waar eigenlijk in staat wat de credentials zijn. Dus in dit geval voor Guru 1, dit is je URL, dit is je gebruiksnaam en je wachtwoord. En daarmee kun je bij die labomgeving. Dus je kunt hierop klikken en ja, die doet het dan waarschijnlijk nog net even niet. Oh, daar is die. Nu is die er wel. En hier kan ik dus nu als trainer inloggen. Dankjewel. Don't save. En hier zie je dus dat hij standaard al een labomgeving heeft. Ik had eentje aangegeven, maar voor de docent pakt hij Guru 00. En nu ben ik dus Ansible nummer 1 en heb ik hier dus via Guacamole zeg maar mijn desktop omgeving en kan ik hier de terminal starten om te beginnen met de Ansible training of iets anders wat ik leuk vind. Nou, je ziet het, hè, binnen een paar minuten, je krijgt netjes een mailtje en de labomgeving is in de lucht. Hoera, hoera, dit is hartstikke mooi en dan moet ik deze wel even gaan verversen. Want dan zouden we hier ook moeten zien dat hij nu zegt, je hebt ook een Ansible training draaien hier voor de NLUG. Nou, die geeft hij al meteen aan van die is bijna verlopen of is dat mee. Die kan ik nu destrooien. Weet ik het zeker? Ja. En dan zouden we nu opnieuw in GitLab moeten zien. Dan zegt, nou, ik ben net met deze pipeline klaar, maar er is weer een nieuwe gestart. En daar komt hij aan. In progress. En hier zegt hij, we hebben maar één stage, namelijk gooi de hele boel maar weg. Hè, dus Terraform die zegt nu gewoon destroy. En die zet alles wat net vers gedeployed is, gooit hij weer de digitale prullenbak in. Nou, dit is best handig. En dit heeft een hoop... flexibiliteit gegeven. We kunnen nu voor de nieuwe training, als we wat nieuws bedenken, we hebben ook wel eens intern workshops, even een labomgeving maken. Ja, dat is het forken van die common. Dat is vaak pakken we bijvoorbeeld van onze Linux training een standaard uitgangspunt. Je installeert met Ansible een aantal extra packages en je hebt in basis, binnen een kwartiertje, heb je een labomgeving ter beschikking die helemaal gebruik maakt van CI/CD pipelines. Dus ideaal voor testdoeleinden en om te demoen. Als er straks nog vragen zijn technisch, ik heb twee collega's mee die er veel meer van weten inhoudelijk dan ik. Maar dit is hoe het gebouwd is. Ja, nou, we zijn in januari 2020 live gegaan met de Kubernetes labomgeving. We zijn in de zomer van 2019 echt begonnen met bouwen en gaandeweg hebben we geleerd. En dat was eigenlijk precies op tijd, want een anderhalve maand later was het lockdown en COVID en één bak ellende. En hadden we eigenlijk op dat moment toevallig net geluk dat die labomgeving live was. Want vanaf dat moment we konden geen klassikale training meer geven. En hebben we emmertje voor emmertje eigenlijk iedere keer dat er een training gepland stond, de labomgeving voor die nieuwe training klaargemaakt om te zorgen dat we uiteindelijk alle trainingen netjes hebben uitgeleverd zoals die gepland stonden. Nou, dat was een heel hoog plan-do-check-act gehalte, de Deming Cycle. Dus we hebben heel veel geleerd in die tijd om heel snel aan te passen, heel snel te kijken, oké, werkt het niet, konden we het fixen. En uiteindelijk, stapje voor stapje, is die labomgeving volwassener geworden. En we hebben er nu, 2,5 jaar later, of 3 jaar later, eigenlijk zijn de kinderziektes er wel uit. We hebben nog zo'n issue-lijst openstaan met alles wat mooier en beter kan. Maar het heeft zich tot nu toe flink bewezen als stabiel. Nou, wat we eigenlijk ook gezegd hebben, verandering, dat zien we niet meer als een risico, maar dat zien we als moment om te leren. We hebben ook best wel eens problemen gehad met de labomgeving. Dus dat het op zich wel werkte, maar dat er iets aan de hand was met Google, of er was een API van Terraform veranderd, die met de plugins niet helemaal lekker werkte. Of Google had de API veranderd en de Terraform-versie die we gebruikten, die was niet meer compatible. Ik zie hier iemand knikken die er ook last van heeft gehad, dat de labomgeving krak zegt, terwijl die het de 4 keren voor nog deed, en er niks veranderd was, maar dat lag bij Google, die wel iets veranderd hadden. Dus daarvan heb ik gezegd, van, nou, dat zullen we omarmen. Want er zijn best een aantal veranderingen eigenlijk door de tijd heen die waar we het mee van doen hebben als partij zijnde. Breaking changes tussen versies, dat is niet langer een taboe. Met Kubernetes zitten tussen zelfs minor versies gewoon dingen waarvan ze zeggen, we gaan het niet meer doen, dit gaat gewoon kapot. We hadden dit idee, dat bleek een slecht idee, we gaan het voortaan zo doen, pas het maar aan.
En zo zijn er meer tools waar we zien dat uiteindelijk die snelheid van veranderen dermate toeneemt dat je zult het moeten accepteren dat er af en toe breaking changes in zitten. Ook de tools zelf die zijn veel sneller in wijzigingsfrequentie dan wat het pak een beetje 10 jaar terug was. Opnieuw Kubernetes die heeft gewoon elke week zijn releases. GitLab ook zijn elke uur misschien wel nieuwe builds en nieuwe testversies die beschikbaar komen. En het kan zijn dat invloed heeft op de labomgeving of op de training die we geven. Dat geeft best wat uitdaging en wat spanning, omdat het continu aan het veranderen is. Het ligt niet meer in beton voor 5 of 10 jaar. Nou, hetzelfde, er komen nieuwe tools bij. We willen ook kijken dat we sneller kunnen inspelen op trends. Daar hebben we ook mee van doen. En wil niet zeggen dat je overal meteen op moet instappen. Maar je wil in ieder geval zorgen dat je snel genoeg bent om iets nieuws te kunnen oppakken en te kunnen kijken, is het wat. En ook onze klanten die zijn vrij opportunistisch. Als een tool live komt, dan is het meteen te zeggen, heb je er ook een training van? Alsof we kunnen toveren. En dat is ook iets waar we moeten proberen om meer op in te kunnen spelen. En te zorgen dat we in ieder geval de techniek klaar hebben om er wat mee te doen. Dus we hebben eigenlijk gezegd, bijblijven, up-to-date blijven, is misschien wel belangrijker dan altijd voorspelbaar zijn. Dus we kunnen misschien beter een keer een training moeten uitstellen omdat we een lab hebben wat dwars ligt, dan dat we een training altijd uitleveren omdat die een M-3 versie van de software draait waar de klant al lang niet meer mee werkt. Dus die balans die is een beetje verschoven wat ons betreft. Kiezen tussen twee kwaden in wezen, maar gezien de snelle wijzigingsgraad lijkt dit ons een betere keuze richting toekomst. En vooral heel goed worden in dat wijzigen. Zorgen dat een tweede natuur wordt. Ja, dus we moeten de kunst van het onderhoud, die moeten we eigen maken om te zorgen dat we zo flexibel mogelijk in de toekomst daarop in kunnen spelen. Als er een verandering is, kunnen we erop aanpassen en het beste ervan maken. Nou, dat is natuurlijk maar één deel, hè? Dus de labomgeving is hartstikke leuk, maar je hebt natuurlijk ook nog de cursus zelf. En dat is eigenlijk altijd een of andere PowerPoint-presentatie, al dan niet met een uitgeschreven tekst erbij. En die is op dit moment nog niet volledig cloud-based, maar dat zit nog voor een heel groot deel in LibreOffice qua slides. En dat is een semi-geconfigureerde tool, Atrof geheten, die we daarvoor jarenlang gebruikt hebben. Waar een deel van dezelfde uitdaging in zat als die we hadden met de labomgeving. Dus er zaten een aantal dingen aan elkaar vast. En werkte op zich al die jaren prima, maar zeiden ook van ja, is dat nou het meest handig? Willen we daar niet ook misschien iets slimmers in doen om te zorgen dat we ook daar het onderhoud en het bouwen makkelijker maken? Maar 4000 slides en counting, een hele hoop tekst die daarbij hoort, dat is niet iets wat je eventjes door een converter haalt en zomaar van vandaag om morgen af hebt. Maar ook daar hebben we eigenlijk wel wat inzichten aan opgedaan de afgelopen tijd. Als eerst zie je dat mede door de COVID-pandemie, alles wat e-learning is, dat is booming. Er zijn rijen bedrijven die hun hele personeel een abonnement op Pluralsight of Udemy hebben gegeven en hebben gezegd, nooit meer komen zeuren voor opleidingsbudget, je kunt nu alles doen wat je wil. Nou, hartstikke mooi, of het werkt is een tweede, maar er zijn heel veel e-learning platformen bijgekomen die allemaal hun eigen content leveren, als video, als e-learning, als labomgeving, etc. En dat zijn echt serieus grote bedrijven met serieus veel geld wat erachter zit. En vaak ook kapitalistische investeringen die maar moeten zorgen dat er zoveel mogelijk geld uitgepompt wordt. En dat is een gegeven. Ook door het hele COVID-stuk zie je dat hybride of blended leren, dat ook iets is wat blijvend is. Mensen gaan niet meer voor training altijd klassikaal les volgen. Dus 3 weken non-stop in de klas zitten. Als we dat voorstellen bij klanten, dan zeggen ze, nou, dat zou misschien eigenlijk wel het best zijn. Dan zeggen ze, ja, ben je helemaal gek geworden. Zo lang kan ik mijn mensen niet missen, want ik heb sprints van 2 weken en de sprintwissel is verplicht. Of ze zeggen, ja, kan dat niet via e-learning of kun je niet een dagje training doen en dat ze de rest zelf doen. En dat is echt een andere leerbehoefte die ontstaat. En dat heeft 2 kanten. Hè. Er is veel discussie over de effectiviteit van de nieuwe leermethodes. Daar wordt ook heel veel natuurlijk vanuit marketingkracht gezegd. Van, het is fantastisch, het is helemaal hip. Terwijl er ook onderzoeken zijn die zeggen van, nou, we weten het nog zo net niet. Één ding is wel zeker, dat het klassikaal trainen, waar wij natuurlijk groot mee geworden zijn als AT, dat is zeker niet dood. Hè. Dat is niet een doodlopende straat. Dat zal ook blijven, alleen misschien dat daar omheen een iets flexibelere schil gaat ontstaan wat ons betreft. Want als je de onderzoeken bekijkt, dan is er eigenlijk een tweedeling. Voor studenten aan hogescholen, universiteiten, et cetera, daar is e-learning en alles wat online is, dat is wel redelijk de winnende zet geweest. Waarom? Ja, heel vaak is die content meer up-to-date dan het boek wat ze al 10 jaar gebruiken. Heel vaak zorgt dit er ook voor dat er uiteindelijk meer locatie onafhankelijk kan worden gewerkt, wat studenten vaak meer motiveert om het wel te doen in plaats van dat ze weer dat hele eind naar de faculteit moeten, et cetera.
Dus je ziet dat hier 65% van alle studenten zegt, dit is voor mij een verbetering ten opzichte van alleen maar die colleges volgen de hele dag in de universiteit. Maar ja, daar hebben wij als AT Computing niet zozeer mee van doen. En als je dan kijkt naar de IT professionals, dus wij hier met z'n allen, ja, daarvoor ligt dat percentage heel anders. Afhankelijk van de onderzoeken die je zoekt en vindt, blijkt dat tussen 10% en 20% van iedereen die een e-learning volgt, daarmee tot een goed eindresultaat komt. En die andere 80% tot 90%, die redt het niet, om uiteenlopende redenen. Kinderen, te druk met werk, hobby's, andere dingen op de agenda, et cetera. Het is er niet van gekomen. Ik heb een e-learning abonnement, maar hoeveel tijd heb je effectief besteed? Ja, te weinig, hè, want redenen. Nou, dat is best een interessant, hè? Dus het concept werkt op zich goed om te leren, alleen de context daarbij die is van doorslaggevend belang. En dat betekent een aantal ingrediënten om dat te laten werken. De eerste is bestaande kennis. Als jij helemaal nieuw bent met een onderwerp en er wordt gezegd, hier heb je een e-learning succes ermee, is de kans heel groot dat je afhaakt. Omdat je de context mist, omdat je nog niet voldoende vragen kunt stellen om op gang te komen. Je hebt daar ook een bepaalde zelfdiscipline voor nodig. Nou, hè, wat net gezegd, altijd wel redenen waarom het niet lukt. Dat betekent, je moet echt gaan timeboxen en zeggen, nee, vanmiddag ga ik echt niks anders doen, ik ga leren. Ja, dat is moeilijk, hè? Daar moet je wel wat voor doen. Dat betekent ook dat afhankelijk van die twee bovenste, heb je een bepaalde begeleiding nodig om uiteindelijk tot een succes te komen aan het einde. En hoe die begeleiding geregeld wordt, hè, dat kan op verschillende manieren, maar dat is in ieder geval in meer of mindere mate is dat nodig. En dan is er ook nog discussie, het succes over de leerstijl zelf. Is dat e-learning nou de beste manier om te leren of niet? Nou, daar zijn academici het ook nog niet over eens. Wat wel gedaan is, Veritasium, een interessant YouTube-kanaal, die heeft een onderzoek gedaan naar het klassieke varkmodel. En dat betekent dat je visueel leert, auditief leert, leert door lezen en schrijven. Of door kinetisch bezig te zijn met een voorwerp. Dat model, en dat hangt de halve onderwijswereld aan, dat eigenlijk gewoon onzin is. Best een leuke, ga eens naar kijken. Hij doet in een kwartiertje of zo, zaagt hij het compleet doormidden. En bewijst hij ook dat er andere leervormen zijn die bij sommige mensen veel beter aanslaan. Nou, hoe zien wij ons dan in dit speelveld? Hè? Dus we zijn natuurlijk van vroeger uit, hè, 1985 als klassikale trainer begonnen. Wij hebben ook zeker niet de ambitie om een of andere e-learning partner of partij te worden. We gaan niet de nieuwe Pluralsight worden. Hebben we niet genoeg geld voor, hebben we ook helemaal geen zin in. En daar zitten ook allerlei kanttekeningen aan die we nog niet eens belicht hebben. Nou, we zijn nog steeds wel goed in die klassikale trainingen, dus dat gaan we ook nog steeds blijven doen. Maar wat we eigenlijk wel zien is dat we daaromheen met hybride toevoegingen best wat interessante nieuwe mogelijkheden kunnen gaan aanwenden. Dus het combineren van verschillende leervormen. En dat hebben we eigenlijk gedoopt, hè, tot de course as code. Net al een stukje gezien voor die labomgeving, dat het helemaal gecodificeerd is met een CI/CD-pipeline. Maar ook voor onze trainingscontent willen we ditzelfde principe gaan omarmen. Oftewel, we gaan iedere training ontwikkelen alsof het een e-learning is. Maar dat betekent niet dat we iedere training als een e-learning gaan uitleveren. Dus je hebt eigenlijk one codebase, één applicatie die je op één manier schrijft. En afhankelijk van hoe je dat gaat uitleveren, differentieer je eigenlijk naar de buitenkant toe. En daarbij zien wij een aantal scenario's, bijvoorbeeld zeggen van, nou ja, je hebt bij ons een training gepland en je kunt van tevoren een soort check doen of je eigenlijk alle benodigde voorkennis in huis hebt. Dus je kunt een soort toets doen of je kunt een module volgen die jou even op gang helpt om in de goede klas te zitten. Want dat is bij ons een van de grootste uitdagingen. Als je 12 cursisten hebt, 16 weten te veel en 16 weten te weinig, ja, wat ga je daarmee doen? En een grote kans dat je ze alle 12 teleurstelt, omdat de een zegt, het ging me veel te snel, en de ander zegt, joh, ze schoten helemaal niet op, het ging me veel te langzaam. Dan heb je nog de tweede. Stel, je zit in de training Linux deel 1, en daar leer je de basis van Linux. Maar op een gegeven moment heb je een vraag, ja, maar hoe zit het dan met SSH? Daar heb ik wel eens over gehoord. Maar dat zit niet in die training. Dan kun je wel zeggen, ja, weet je wat? Hier heb je een voucher, of ga even naar ons platform. En dat specifieke topic kun je zelfstandig nog naast de training even oppikken. Zodat je uiteindelijk daarmee een toegevoegde waarde hebt voor die specifieke situatie. Waarbij het natuurlijk niet altijd mogelijk is om voor iedere cursist specifiek in te zoomen tijdens een klassikale training. En de derde, dat zou je ook los kunnen halen, dat je zegt, nou, deze topics die hebben we alleen maar in ons online platform. En dat zijn te specifiek om in een training te gieten. Je moet toch uiteindelijk een programma hebben wat interessant is voor een grote groep om het klassikaal te bieden. Dus die zou je eventueel als e-learning kunnen volgen. Waarmee je dus een hybride scenario tussen klassikaal hebt en een online omgeving. Ja, dat wij van open source houden mag hopelijk duidelijk zijn. Eigenlijk alles wat we doen, behalve Google Cloud, is open source. En we houden inderdaad ook niet van die vendor lock-in.
En dat is met ons cursusmateriaal niet anders dan met de labomgeving. Dat cursusmateriaal, dat is feitelijk, dat zijn onze kroonjuwelen. Dat is ons intellectueel eigendom en daar willen we het liefst ook grip op houden. En waar liepen wij tegenaan, is dat er heel veel van die e-learning platformen beschikbaar zijn. Maar die werken maar aan één ding, namelijk een vendor lock-in. Het zou niet anders zijn met andere platformen, maar zij willen niet anders dan dat jij al jouw trainingscontent in hun platform ontwikkelt en in hun platform neerzet. Interessant, maar willen wij liever niet aan meewerken. En wat we wel willen doen, is kijken, kunnen we die platformen als contentleverancier gaan gebruiken? Dus kunnen wij alsnog aanbieder van content worden via zo'n groot e-learning platform? Want dat is best handig, hè? Dan komen we bij een partij die zegt, ja, wij doen alles met Pluralsight. Oh, dat is mooi, daar staan we ook in. We hebben daar onze content ook via dat kanaal in de winkel liggen. Dat betekent dat wij na moeten gaan denken, hoe houden we die controle? Dus zorgen we ervoor dat wij eigenaar blijven van het cursusmateriaal en dat wij altijd grip hebben op waar wordt het mee uitgeleverd en hoe gebeurt dat? Maar dat we wel gebruik kunnen maken van die verschillende afzetmarkten die er op internet zijn. En wat we daarvoor gedaan hebben, is dat we eigenlijk hebben gezegd, nou, we gaan gewoon eigenlijk die training weer als een Git-repo zien. Daar staat gewoon alle broncode in. We gaan binnen die code, gaan we door middel van directives, gaan we aangeven, dit moet mee als het een e-learning is, dit moet mee als het een klassikale training is, dit moet mee als het een HTML uitgevoerde training is, zodat je hem zelf contained op je laptop kan draaien. En daarmee kunnen we dus één bron ontwikkelen en aan de achterkant kunnen we differentiëren en distribueren op een manier die passend is voor hetgeen wat we ermee willen doen. Nou, dat scheelt natuurlijk heel veel in onderhoudstijd. En daarmee kunnen we dus ook in theorie afslagen maken voor die verschillende e-learning platforms. Nou, worden we daar een beetje door geholpen door de zogeheten LTI-standaard. Dat is een standaard in e-learning land die helpt om e-learning content tussen verschillende platformen uitwisselbaar te maken. We zijn er nog niet helemaal over uit hoe open en hoe flexibel die standaard daadwerkelijk is. Tot nu toe is de bevinding dat heel veel vendoren zeggen, wij zijn LTI compatible. We kunnen met SCORM, wat een standaard e-learning formaat is, overweg. Maar werkend krijgen is ons nog niet volledig gelukt. We hebben wel een tekening hoe we dat uiteindelijk willen gaan hebben. De broncode, die willen we gaan schrijven, of die zit nu eigenlijk al in restructured text. Dus dat is uiteindelijk de taal waarin de training beschreven is. En daar zetten we dus in, dit is een plaatje, die staat daar, dit is een hoofdstuk, en daar is dit de content van, et cetera. Maar je hebt het niet alleen over documentatie? Nee, ook de slides zitten hierin. Ja? Ja, maar ook de uitgegeven tekst, hè? Want als je e-learning doet, moet je zelfredzaam zijn. Dus dat betekent ook dat we het verhaal wat de docent in de klas vertelt, moeten we in e-learning ook uitgeschreven gaan aanleveren. Zodat iemand zelfstandig in staat is om van A tot Z te komen. En afhankelijk van welke vorm we hier de artifacts uitleveren, zit die uitgeschreven tekst er wel of niet bij. En dat kunnen we met die directives, kunnen we dat dus gaan sturen. Ja, dus alles is in restructured text geschreven. Dat zit allemaal in GitLab, in een repository. En we hebben een container gebouwd die onderdeel is van de pipeline. En daar heeft collega Ad Tiers heeft daar een Python applicatie voor geschreven. Die uiteindelijk die restructured text opeet. En daar via swings, afhankelijk van wat je wil, verschillende formaten aan de achterkant uittovert. Dus daarmee kunnen we vanuit één bron converteren naar hoe we het willen uitleveren. Tot hier werkt hij helemaal goed, dus we kunnen netjes HVFP en SCORM, SCORM nog niet helemaal, HVFP kunnen we genereren, dat is ook een e-learning format. En daarmee dus een volledig interactieve e-learning fabriceren vanuit dezelfde bron, waarmee we ook een klassikale training kunnen gaan uitvoeren. Dus op dit moment voeren we al een aantal trainingen uit, klassikaal, die een PDF krijgen die uit deze pipelines afkomstig is. Wat hebben we nog niet werkend? Dit stuk hieronder. Waarbij we Moodle, een heel bekend open source learning management system, LMS, die kan als een zogeheten LTI-provider fungeren. Oftewel, daarmee kun je je opslagplaats voor je trainingsmateriaal kun je creëren. En vanaf daar zou je andere LMS'en, dus andere e-learning systemen, moeten kunnen voeden om te zorgen dat zij jouw content kunnen afspelen. Nou, dat kun je een beetje zien als een soort Spotify-model. Spotify is alleen een player en die halen uiteindelijk de muziek op van een bron bij de muziekuitgever. Die hebben dat niet letterlijk in hun systeem staan, maar ze hebben een content-provider en zij zijn de content-player. En zo willen we dat ook zien, want dat betekent dat we hier volledige controle hebben over waar onze content staat en wie die content heeft. En dat, omdat Moodle wel een open product is, kunnen we daar ook met API's eenvoudig content instoppen en content uithalen. Nou, dat heeft als grote voordeel dat als wij hier in onze broncode een spelfout fixen of een versienummer aanpassen, we draaien de pipeline en die zet een nieuwe versie neer. En op het moment dat die hier gepubliceerd wordt in Moodle, wordt meteen hier de nieuwe versie ook afgespeeld. En dus als jij in de training zit, kun je live updaten en ben je altijd bij met de laatste versie van de cursus. En dat is best handig, want dan heb je altijd actuele informatie en altijd de nieuwste versie.
We willen als startpunt, daar werken we nu al mee, Nieuw Spring, dat is een closed source LMS. Maar daarvan heb ik gezegd, van, nou, we moeten ergens beginnen. Moodle zelf hosten, daar zijn we niet zo'n fan van. Dat is een draak van een pakket om te updaten, et cetera. Dus we hebben gezegd, van, nou, laten we nou een Nieuw Spring even als startpunt pakken. Die zeggen ook op hun website, wij zijn LTI provider compatible. Nou, we gaan ze 7 december gaan we ze het vuur aan de schenen leggen om te zeggen, nou, show me the candy. Hè. Laat maar zien dan dat je het daadwerkelijk kan. Want wij hebben het niet aan de praat gekregen in onze test tenant met een Moodle installatie. Dus we zijn erg benieuwd. En daarmee hopen we uiteindelijk, hè, met één platform lukt, het kunt je ook voor andere platformen te kunnen herhalen. En daarmee vanuit één broncode op 10 verschillende LMS-platformen te kunnen zeggen, nou, kom hier maar de AT Computing trainingen volgen. De kwaliteit die borgen wij vanuit één bron. Maar je kunt altijd ervan op aan dat via jouw platform onze trainingen beschikbaar zijn. Nou, we zijn daar natuurlijk wel beperkt, hè, door wat de vendoren bieden. En we zijn er nog niet over uit. Gaan we nou zelf een e-learning platform hosten uiteindelijk of toch niet. Maar dit zou onze voorkeur hebben, hè, om alles open source te houden qua content. En de delivery te doen met platformen die daarvoor bedoeld zijn. Ja, we zijn daar nog niet. We zijn nog druk aan het bouwen, aan het testen. We hebben in januari hebben we in ieder geval een aantal techneuten beschikbaar gemaakt om te kijken dat we dit echt van de grond kan krijgen met 3 van onze trainingen. Om te zorgen dat we er echt een goede pilot mee kunnen doen of het technisch ook helemaal gaat werken. Maar ja, we hebben wel voldoende kennis en ervaring opgebouwd om te denken dat het gaat werken. Alleen hoe is nog even het puzzelen. Goed, dat is voor ons als techneuten ook niet het ergste wat er is betaald. We zijn er nog niet, maar we zijn wel wat stappen aan het zetten. Zijn er vragen? Ja, wat staat er? Any questions? Ja, ik heb een vraag. Ja? Hoe komen jullie toch op Google terecht? Ja, dat is een keuze van het personeel geweest. Oké, zou het ook onder een ander, zou het onder AWS kunnen of onder Azure? In theorie wel. Wij gebruiken Terraform als voornaamste provisioning tool. En die heeft gewoon allerlei providers aanwezig, waaronder die voor AWS en voor Azure en voor andere platformen. Dus we zouden dan in Terraform die deployments moeten aanpassen voor dat cloudplatform. Maar dan zouden we in theorie bijna 1-op-1 over kunnen naar een ander platform. Hetzelfde GitLab is allemaal zelf-hosted, gewoon op VM's. Dus die zouden we ook relatief makkelijk moeten kunnen oppakken en ergens anders kunnen neerzetten. Daarachter is nog een vraag. Ja. Ik heb 2 vragen. Ja. Ten eerste, is al die tooling ook open source? Want ik moet zeggen, ik zie ook bijvoorbeeld voor documentatietool-einde zie ik die laatste pipeline eigenlijk. Dat je zegt, ik kan ergens gewoon PDF of HTML van maken of ergens anders. Hebben jullie dit ook open source gemaakt? Restructure Text is een open source tool. GitLab die heeft een freemium model. Hè, dus daar is een heleboel van open source, ja. Behalve hun latest greatest. Sphinx is open source. En dat stukje Python is op dit moment nog proprietary AT computing. Maar we zijn wel voornemens, als daar de bugs uit zijn, het wat verder is, om deze tool, om die ook op onze GitHub te gaan open sourcen. Ja. En ook dat hele stuk van die labs? Ja, dat heb je net gezien. Hè? Dus die pipelines, dat is dit. Dus er zit in GitLab een stukje YAML. En dat definieert van, nou, pak deze container maar. En dat is een container waar Python en Sphinx in draait. En die plemt al die verschillende artifacts eruit. Dat is allemaal open source. Ja. En een andere vraag die ik heb. Hebben jullie een koppeling tussen de versie van de cursus en de versie van de labs? Of doe je dat gewoon door zorgen de releases lopen ongeveer gelijk? Wat wij gaan doen, we willen uiteindelijk 1 versie van de labomgeving hebben. Dat noemen wij een golden image. Dat is op dit moment gewoon de productieversie. Het kan wel zijn dat die dagelijks geüpdate wordt. Hè. Dat is op zich niet erg. Maar we willen ook voor het trainingsmateriaal gaan werken met de commit tags. Dus als jij een nieuwe commit naar de main branch doet, dan is dat uiteindelijk de versie die je hanteert. En we zijn inderdaad aan het kijken dat als jij versie 1.1 van de trainingsmaterialen hebt, dat die altijd werkt ook in de labomgeving die daarbij hoort. Maar in theorie zou dat ook rolling updates moeten gaan krijgen. Ja, dus we hebben ook nog een heleboel te doen als het gaat om testautomatisering van de labomgeving en van het cursusmateriaal. Kun je ook daadwerkelijk de opdrachten uit het trainingsmateriaal maken in de labomgeving? Nou, dat is nog een hoop werk te doen. Ja. Nog andere vragen? Vragen? Ja. Technische vraag over de labs. Jullie gebruiken daar Guacamole voor. Ja. Hebben jullie daar problemen mee met copy-pasten tussen de 2 instances die ik zag staan? En hebben jullie Guacamole lopen tweaken op een of andere manier? Want ook met verschillende browsers en keyboard layouts en dat soort dingen? Ja, 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 ja. Kan ik die code ergens zien? We hebben een eigen plugin geschreven, maar die doet niet zozeer wat met het copy-paste stuk, maar die zorgt er wel voor dat we die labomgeving dynamisch aan en uit kunnen zetten. Die staat op GitHub.
We hebben wel een config geschreven. En ik weet niet of die staat, denk ik, niet gepubliceerd. Omdat we inderdaad met een aantal sneltoetsen, volgens mij in Chrome of Firefox, is de sneltoets van Ctrl-D, wat je in de terminal vaak gebruikt, betekent het sluiten van het browservenster of zo. Dat zijn best een beetje lastige. Firefox, precies. Daar hebben we... Dus we hebben daar wel in Guacamole een aantal tweaks voor doorgevoerd. En we hebben ook het copy-pasten, hebben we ook een verandering in doorgevoerd. Je kunt nu, als je volgens mij een toetscombinatie Ctrl-Alt-Shift of zo doet, dan kun je dus tussen je host-systeem en de labomgeving kun je ook copy-pasten. En dat kan ik ergens op jullie GitHub dus terugvinden? Dat is gewoon een Guacamole config. Maar ik kan wel kijken, die config, ja, wat mij betreft, als die er is, kunnen we die delen. Ja. Okay. Dus dan meld je even bij die heren daar, die hebben toegang. Thanks. Ja. Thank you. I would like to ask about this restructured text and the produced PDF. Mm-hmm. I feel like, because I know our training designers, and I feel like they would not be satisfied with the formatting options that are available in restructured text. Do you have any idea, like maybe how to tweak that so the slide looks exactly how they would like it, and still they represent it in restructured text? I believe we built our own templating engine as part of this Python application, so we can define a template and say, well, this should be the look and feel of our artifact. And this will render it exactly the way we want it. So we build our custom template for our trainings. Because we want every training to look exactly the same, independent of what training it is. Okay, thank you. And that templating engine will be open source as part of the Python application. But it's not, it's a bit buggy, et cetera, et cetera. I need to clean up the code. So, Any more questions? Er zijn nog twee minuten, dus... Ik heb nooit naar restructured text gekeken, maar kun je daar ook animaties en dat soort dingen in maken? Of is het eigenlijk alleen maar statische plaatjes en tekst? Ik weet niet wat restructured text zelf wel of niet kan, maar wij hebben directives geschreven waarmee je alles kunt doen wat je zou willen. Dus je kunt er filmpjes in plakken, animaties, je kunt met quizvragen en je kunt picture-in-pictures maken, et cetera. Dat zijn allemaal onderdeel eigenlijk van die rendering app. Dus we hebben daar allerlei toevoegingen op geschreven die dat mogelijk maken met die directives die we hanteren. Oké. Ik heb ook nog een klein vraagje. Dus ik zie overal op de slides van die cryptische tekstjes staan. Ja, ik moet natuurlijk wel een Easter egg in mijn slides hebben. Dus die mogen jullie als de slides gereleased worden lekker zelf gaan uitleggen. Uitdaging voor de... Ja, leuk voor thuis. Oké. Ja. Zijn er verder nog vragen? Zo niet, dan dankjewel Marcel. Naar gedaan. Dat is fantastisch. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel. En er volgt nu dus een borrel in de E-bar. Ik weet niet precies waar die is, maar... AT-bar, hè? AT-bar. In de AT-bar, gesponsord door AT Computing, inderdaad. En daar is dus ook de PGP Key Signing Party voor degene die zich daarvoor ingeschreven heeft. Dat was het.